Wacht eventjes. Meer health. Nieuwe items. Een andere outfit. Dit kan maar één ding betekenen. Dit wordt een rommel. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3 Expert Mode. Gooi er nog wat woorden bij, waarom ook niet, samen met Eevee en Stevie. Zelfde Play 20, hier met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een House of Awesome Comments gemaakt en heb ik een opnamesessie gedaan die helemaal gefaald is en in het water is gevallen en dus helemaal gecrashed is, waar ik niks meer mee kan. Nou ja, ik heb er een montage van kunnen maken en daar brengt editor Stevie jullie nou mee naartoe. Dus editor Stevie, vertel me wat er gebeurd is. Tenminste, probeer het. Nou, dankjewel. Mij, ik, denk ik. In ieder geval, hi jongens. Ja, welkom bij de montage van wat er dus allemaal gebeurd is. We beginnen dit verhaal af met ik die ja, richting de corruptie is gegaan om de eerste balletjes neer te mappen. Ik probeer er hier twee neer te mappen in verband met dat is het veiligste. Dan zou nog niet de baas ontwaken en dan krijgen we leuke items. De eerste item zal altijd een musket zijn en natuurlijk krijgen wij een lazy musket. Want ja, waarom zouden we geen lazy musket krijgen? Dus dan kijken we maar gelijk bij de tweede. Dat kan elke item zijn die uit die orbs kan komen. En Romeo is departed. En deze wormen die zijn trouwens heel erg dodelijk. Dus deze wormen die doen iets van 50 à 60 schade tot ze daar kunnen doen. Zelfs met de armen die we op dit moment hebben. Dus ik probeer hem daarop te blazen. Maar dat lukt helaas niet zo heel erg goed. Dus ik probeer hem de hele tijd te ontwijken. Maar dat wil dus weer niet lukken. Dammit, volledige ik. Waarom stop je mij in zo'n moeilijke positie? Want echt co-commentaten op Terraria is niet makkelijk. En ik heb geen flauw idee wat ik namelijk heb gedaan toen die tijd. Maar goed, we krijgen hem dus eindelijk neer. Ik heb er gelukkig een health potion gebruikt. En nou wil ik daar die orb eventjes neerhalen. Tenminste, ja. En krijg ik ook weer een musket en dat is een weak. Dus qua muskets had ik echt geen geluk. Nou ja, gelukkig geen deaths gehad. Nou ja, om heel eventjes hier verder te kijken. Oh nee hoor, de Blood Moon komt er gelijk aan. Onze eerste Blood Moon gelijk. Dus ik denk ook bij mijn eigen van, nou ja, dan gaan we maar kijken of we de Portable Piggy Bank kunnen krijgen. Wat een van de drops is die we kunnen krijgen van een Blood Moon van die rode beesten die we daar toevallig zien. Nou, aangezien dat het dus eigenlijk niks anders was dan een hele nacht dit doen met leuke punts en andere dingen. Dacht ik bij mij, dit stuk is wel interessant, want ik ben hier gebruikt als tennisbal. En een tennisbal in Terraria op Expert, dat overleef je niet. Damn. Maar ja, het was dus de hele tijd hak en slagwerk. Dus na die Blood Moon kwam er nog eens zo'n beestje. En die ging dus echt achterna van, nee, jij moet hier blijven, jij dropt gewoon het item. Maar volgens mij waren het alleen die andere rode beesten die die dingen dropten. Dus helaas, we hebben hem niet gehad. We hebben wel een ander ding gehad, namelijk de Shark Tooth. Dat zorgt ervoor dat we door een defense penetration heen gaan. Dus dat was wel handig. Oké, volgende scène. Dit gaat heel erg snel. Pompoenen! Mume! Die had gezegd van, ja, maak nou eens een keertje pompoenen. Plant ze nou eens een keertje. Want ze zorgen voor een stat buff. Dus ja, ik heb zoveel mogelijk pompoenen gelijk geplant. En ja, daar hebben we gelijk de pumpkin pies van gemaakt om dus die stat buff te krijgen. Is echt heel erg handig. Toekomstige ik die zal nog wel heel eventjes vertellen bij wie dat je die pumpkin seeds kan halen. Want dat zit niet in deze montage. Leuk! Oké, nou, toen zijn we dus verder gegaan. Want we hebben, ja, we hebben die balletjes kapot gemaakt. En dan is het dus kans dat er een meteor spant. En met onze geluk in de Let's Play wereld. Waar spant hij precies? Ja hoor, in de corruptie. Nou, in de corruptie, het leukste manier om natuurlijk die dingen te collecten, dat is met bommen. Dus ik heb zoveel mogelijk bommen meegenomen. En ik ben als een gek daar, bommen gaan neergooien. Maar ja, het probleem was, ik werd een tijdje omsingeld door meteorhoofdjes. En toen ging ik daarop staan. En zoals je ziet, 3 hits. Als je ook nog eens een keer erop staat, je overleeft het niet. Dan ben je 1 met de meteor. Nou, we hadden in ieder geval wel gelukkig genoeg. Maar ja, op het moment dat ik daar dus terug probeerde te komen, werd ik geswarmd weer door een heleboel vijanden en kregen we dus gelijk weer een death erachteraan. Maar goed, zoals ik al zei, we hadden wel genoeg meteor, dus daarvoor ging ik maar achteraan om zoveel mogelijk stuff ervan te maken. Zoals je ziet, 303. We hadden ook genoeg sterretjes opgepakt, dus we konden gelijk onze sterren maximaliseren van 140 naar 160, dacht ik. Nee, naar 200. Ook goed. Hi. Postcommentary, ik ben er niet goed in. Nou, toen zat ik eventjes te kijken naar defense. Is het al handig? Ja, het is handig. Hoeveel meteor bars kunnen we maken? En dit vond ik eigenlijk best wel komisch. We konden er precies 101 maken.
Voor elke domatie hier één. En natuurlijk de eerste space gun die we maken was een annoying space gun. Yay, dankjewel Terraria. Je bent echt lief. Nou, het grappige is, als je het armor maakt, dan heb je wel oneindig dat je hem kan gebruiken. Maar ik had zoiets van, we gaan eerst het armor maken en dan kijk ik wel hoeveel ik over heb. Ik heb nog zat over. Ik heb niks anders nodig. Ik maak er nog één. Jij gaan we vandaag voor. Jou verkopen we dadelijk. En hoppakee. We maken gewoon een nieuwe en die was gelukkig wel default. Dus daar was ik eigenlijk best wel blij om. Dus ja, dan zie je dus van, hé, hier hebben we de Meteor Armor. En van haar kun je trouwens, dat groene mesje wat je daar ziet, daar kun je die pumpkins ziet van halen. Maar hier dacht ik bij mij van, we gaan eens ook eventjes de strange plants in dice veranderen. Maar op het moment dat ik daarmee bezig was, kregen we ook nog eens een keertje de melding tot slime weer begon te vallen van de sky. Dus we hadden een rematch tegen King Slime als we genoeg slimes gingen killen. Dus ik ga gelijk slimes killen. Als een gek. Dit is een echte hele awkward aflevering, jongens. Nogmaals, mijn excuses hiervoor, zelfs ik. Maar goed, King Slime werd dus weer wakker. En ik ben er natuurlijk niet flauw. Ik ben blij dat we al deze footage nog hebben. Want ja, King Slime die werd dus wakker. En wij hadden de Space Gun. Dus ja, met de Space Gun dacht ik bij mij, hier gaan we het niet echt moeilijk mee hebben. Plus we hebben de Dash Ability van Eye of Cthulhu. Plus de Space Gun heeft Penetration. Dus dat gaat op zich wel soepel. Nou, we hebben daar dat bruggetje mooi gemaakt, dus we hadden een goede loopruimte. Alleen, ik werd helaas rondgetennist en ondanks dat we dus een goede armor hadden, ja, King Slime die doet nog steeds best wel veel pijn. Zeker als hij in één keer op je neus teleporteert. Maar ja, we hadden nou ook de running boots, dus ik had zoiets van, ja, we kunnen dashen, we hoeven ons niet zo zorgen te maken. Dus kom maar, Slimey, kom maar. Ik bedoel, we hebben hem al half neer daar, dus op zich gaat het goed. Ik moet nou wel zorgen dat ik niet met spoilers ga praten. Post commentaar, ik ben er echt niet goed in. Oh, en trouwens, ik had bij de vorige King of Slime had ik een reactie gekregen van waarom ga je niet gewoon in het huisje staan? Zoals je ziet, hij teleporteert. Dus hij teleporteert dan ook gewoon je huis in. Er is geen manier om dat tegen te gaan. Dus er is wel een manier dat je een touwtje omhoog kan bouwen. Maar daar vond ik heel erg leven ook geen zin in. Dus, maar goed, nog 400 HP. Wij zelf nog met 200. Worden we weer getennist door al die slimes die achter dropt. Daarom is de Space Gun zo handig, want die penetreert ook nog eens een keertje door King Slime heen. Waardoor dat je dus de andere slimes ook nog eens een keer heel goed kan raken. Maar King Slime die was dus verslagen. En zoals bij elke expert playthrough, of ja, bij elke expert boss die je verslaat, dropt hij zijn treasure bag en heel veel vervelende vijandjes. Nee. Maar ja, we hadden ook gelukkig de trofee er gelijk bij gekregen. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Nou, in de treasure bag, daar zit de ninja pants, maar het belangrijkste, de royal gel. Als we die equippen, zorgt dat ervoor dat slimes ons niet meer aanvallen. Een hele handige tool tijdens het vissen, omdat elke slime je geen damage meer zou doen. Die passeert je gewoon, ook al raak je hem aan, er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus zeker een hele handige tool om altijd bij je te hebben. Zeker als je dus met fishing quest gaat beginnen. En noem maar op, zijn we al met vissen begonnen? Nee. Even kijken, dan hebben we ook de solidifier. Daarmee kunnen we ja, dingen maken van slimes. Die is nogal lelijk, dus echt, nou ja, hij staat er. En de slime gun, een van de meest waardeloze items ooit. Ninja pants, zoals ik al zei. Ja, we hebben al betere equipment, dus daar kunnen we ook niet echt heel erg veel mee. Maar het leukste is, we hebben de slimy saddle. En met de slimy saddle, dan kunnen we slime oproepen en kunnen we stuiteren op onze slime. Dit is heel erg leuk, want op het moment dat je dus op een vijand stuitert, dan doe je dus damage tegen die vijand aan. Let wel op, je kunt nog steeds falling damage krijgen. Met de slime is dat sneller als anders, dus kijk er wel mee uit. Dus, hele leuke progress. En toen dacht ik bij mij van, nou, dan kan ik mijn inventory gaan kleren. Maar op dat moment kwam er ook nog eens een keer een goblin army aan. En ja, ik denk bij mij, ik heb de Space Gun, dus dit zou op zich wel goed moeten gaan. Want we hebben echt geen break gehad. We hebben na de Blood Moon kregen we dus gelijk slimes. Daarna kregen we gelijk de Goblin Army. Nou, aangezien dat we dus de Space Gun hebben, zoals je ziet, hij penetreert nog ongeveer 3 à 4 vijanden heen. Dus op zich ging dat wel lekker. Maar ja, dit was eigenlijk alles. En hier kregen we dus weer zo'n glitch van het beeldmateriaal. En daar werden we dus niet vrolijk van. Dus nou krijgen we dadelijk in één keer tot een balkje heel snel. Laat ik het zo zeggen. De Goblin Army. We waren er goed voor geëquipt. Dus ook al waren we in expert mode. We hoefden ons nergens geen zorgen te maken. Ja, hier is die knip dat we in één keer montage kwijt zijn. Maar er is niks gebeurd. Geen death of iets. Want de deaths die allemaal zijn gebeurd. Die zitten allemaal gelukkig nog hierin. En yay, we hebben de Goblin Army defeated. Leuk. Helaas niet echt hele spectaculaire drops gekregen. Maar er stond nog een archer op onze commenthuisje. En ja, zoals je ziet, er hangen daar al een paar comments. Maar ja, daar gaat dadelijk onze huidige ik
daarmee verder. Hoi Steve. Oh ja, Steve was bijna dood gegaan. Dat was niet echt prettig. Goed, dan komen we nu weer terug in ons huisje. Dan zien we dus dat ik daar de boel nog even aan het inrichten ben. Tot er meer NPC's konden spannen. Want zoals we zien, ja, we hebben de musket. Dus de arms dealer was ondertussen ook gespand. En die verkoopt de mini shark. En you guessed it. Nou, die hebben we niet meer nodig, want ja, we hadden al genoeg dingen. Slime, ja, ik had ze voor de grap gemaakt, maar die waren echt extreem lelijk. We hadden een harpoen gekregen. Nou, dat is wat de harpoen doet. Ik vind het echt geen fijn wapen, dus wegkopen. En toen dacht ik bij mij, laten we maar ook gelijk de mini shark kopen. En de mini shark is een geweer en you guessed it, annoying. Nou, die kan ik dus geen tweede kopen, want dat was 35 gold, dus dat was nogal echt een letdown. Dus moesten we de goblin tinkeren gaan proberen te vinden, om dus daar een redelijke mini shark van te gaan maken. Dus ja. Ik moet zeggen, we hebben echt geen geluk gehad met pistooltjes op dit moment. De musket die was niet echt vriendelijk. Heb jij nog iets boeiends? Nee. Volgens mij niet. Nee. Maar goed, ja. Dus wij hebben totaal echt geen geluk met. En ik denk bij mijn eigen, weet je wat? We gaan op zoek naar de Goblin Tinkerer. Laat ik maar gewoon een teleportation potion gebruiken. En we kwamen dus bijna in hel terecht. Als ik me niet vergis, druk ik hier ergens nou op de map. Mag ik op de map drukken? Ik weet dat ik op de map druk. Ik? Kun je heel even op de map drukken? Misschien? Dank je. Kun je nagaan? Wij zitten helemaal daaronder. Dus, en ik weet niet waarom. Maar ondertussen zijn we dus gigantisch aan het minen geweest. Op zoek naar de Goblin Tinkerer. Zoals je ziet. Ik heb daar al 300 HP. De Goblin Tinkerer die wou niet meewerken. Echt. Ik heb echt heel veel gezocht. Vergeet niet, dit is een montage van 4 afleveringen. 3 uur aan beeldmateriaal. Wat 1 uur is geworden. Wat dus nog redelijk kijkbaar was. En ja, geen audiocommentaar helaas meer geeft. Vandaar de postcommentary. Dus. Maar ja, in ieder geval volle inventory. Dan ga je terug. Je kent de drill. Nou, toen heb ik nog een teleportation potion gebruikt. Toen kwam ik dus uit in de jungle. En geloof me, de jungle is echt de laatste plek waar dat je heen wil gaan. Daar wil je echt een hele goede armor voor hebben. Op zijn minst dus de shadow scale armor. Voordat je hier naartoe wil gaan. Want al die rode dingen die je ziet, dat is de danger sense potion die op dit moment aanstaat. Mochten we er eentje per ongeluk neermappen, dan komen we ook nog eens een keer bij je uit die ons het leven zuur gaan maken. Dus ja. Poison ook 10 seconden. Sommige poisons die duurden zelfs nog langer. Die duurden voor 20 seconden. Ik vond hem niet veilig. Dus van de montage, we zijn hier ook niet lang gebleven, want ja, het was wel heel erg gevaarlijk. Ik dacht bij mij, misschien kan ik een kistje meepakken of iets. Hartstikke donker ook, echt let's play onvriendelijk van hier tot mijn ginder. Maar ja, toen zag ik dus hier dat we dus een kabelbaan hadden. Dat doe ik automatisch. Het is post-commentary, dan werkt het niet. Als het post-commentary is, dan werkt het dus. Hier moet je zien, 40 seconden poison. Dat is gewoon 40 additional damage die je dus gaat krijgen. En we hebben nog maar 100 HP. Werkt niet. Ik weet het. Nou, we zitten ook nog eens een keertje diep in de jungle. Dus we zaten ook nog eens een keer op het lavaniveau. Maar ja, het voordeel was wel, ik kon Moonglow hier te pakken krijgen. Waardoor dat ik een plankenpotion kon maken voor onze health. En ja, we zitten hier op echt een hele lage health. En hier heb ik een health potion gebruikt. Want dat was weer een knip zoals jullie zagen. En dan worden we weer ergens door geraakt. En toen dacht ik echt bij mijn eigen van, dit ga ik anders niet overleven. Ik piep er tussenuit. Nou, toen ben ik weer verder gaan zoeken. Toen kwam ik dus, nou, als jullie naar boven zien, dus weer een lost girl slash nymph tegen. Dit is ongeveer 2 uur grinden. En een nymph komen we tegen, maar de bound goblin niet. Ja, de tekst kwam wel af en toe, maar ik kon hem gewoon niet vinden. En ja, we hadden weer dus een metal detector gevonden, wat leuk. Nou, ik had ondertussen in een kistje ook wat gravitation potions te pakken gekregen. Of ja, gravitation potions. Ik zeg het wel goed, want ik heb er 2 gebruikt. Dus ging ik hier kijken. Nou, hier was helaas niks te vinden. Maar toen ben ik de andere kant op gegaan. Nu. Dit is moeilijk. Ik hoop dat ik het goed doe. En ja, daar zat inderdaad een ja, ondersteboven raken door de Sky Island. Dus ja, niet heel erg handig. Dus toen ben ik naar de boven toe gegaan met een touwtje. Want ik had geen gravitation potion meer. Ik had er maar 2. En we wisten gelukkig waar dat er dus ergens eentje zat. En toen zijn we dus die wolk gelijk opgegaan. En daar kunnen we dus gaan kijken wat er in dat kistje zou gaan zitten. Maar echt serieus dat ik dood ben gegaan door falling damage ondersteboven op een wolk. Ik bedoel, vergeet niet, het is een wolk. Maar ja, maakt niet uit. Dus hier hebben we ons eerste kistje. Even daar gelijk even een light source even neerplaatsen.
En onze eerste, en dat vond ik wel heel erg ironisch, is de Horseshoe. Guarding ook nog eens een keertje, dus extra defense. Maar daardoor kunnen we dus nou niet meer neergaan door falling damage. Daar was ik heel erg blij mee. Nou, toen ben ik weer op die goblin. En ja, je ziet dat hij ergens in de buurt zit. Want ik ben weer op de jacht gegaan. Toen hoopte ik echt van, oh, kom ik er nou een keertje tegen alsjeblieft. Word ik gek van. En daar zat hij eindelijk, hoor. Eindelijk daar. Dus ja, dan koop je gelijk de workshop en de hoverboots of de rocketboots. En dan denk je bij je eigen van, nou, mooi. En ik ben er weer van tussen. Want hij spant van eigenlijk wel naar safety. Nou, toen heb ik allemaal accessoires gepakt en die hebben we toen samengevoegd. Zoals we kunnen zien, de dingen die we samen kunnen maken zijn dus die GPS bijvoorbeeld en de Goblin Tag. Dat het minder inventory meeneemt. We hebben nog de één, volgens mij hebben we daar nog één ding voor nodig, weet niet meer precies welke. Nou, de Spectre Boots, hartstikke handig. Running Speed, Hover Boots in één. Climbing Claws, mochten we die nodig hebben. En ik ben dus ook gelijk de Mini Shark gaan reportje van, goh, kunnen we die nou eindelijk gebruiken? Maar ik wil eigenlijk meer damage, dus... Nou hadden we een hasty. En ik denk van mij, oké, ik ga het nog één keer proberen. Gewoon de gok nemen. Dus, laten we doen. Positiviteit. Lazy. Oh boy, oké. Sluggish, nee. Ik heb nog maar één reforge. En hij kwam naar rapid, wat minder slecht, of minder goed is als de eerste die we hadden. Maar helaas. Nou, om uiteindelijk alles gereforged te hebben, was het eindelijk tijd om die tweede bos door te gaan. Vergeet niet, dit zijn 4 afleveringen in 1. En die tweede bos, oh, ik ben echt zo blij dat we de Eater of Worlds, dat we die dus wel hebben. Ik gebruik hier... voice crack! Ik gebruik hier die Jester Arrows voor, omdat dat de meeste damage geeft. En ja... Ik moet zeggen, dat deed op zich het best wel goed. En aangezien dat we de medial armor hadden, kregen we ook niet echt veel damage. En ik had dus overal ook nog eens een keertje van die... Ja, van die campfires neergezet, waardoor dat life regen langer ging. Regeneration potion hadden we volgens mij ook nog eens een keertje bij ons. En ik heb medio bullets daar, alleen medio bullets die zijn niet zo handig. Dus hier probeer ik heel eventjes de katana uit van, ja, we staan hier toch wel een beetje omcirkeld door dat beest. Maar dat liep ook niet echt lekker, dus nou ja, op zich, ik deed wel wat damage. Maar hier stond, de ene ding daar, dat stond gewoon stil. Dus ik denk bij mijn eigen, nou ja, dan gaan we met mijn jesters, dan kunnen we zoveel mogelijk damage doen. Kijk naar die damage per seconde, 300. 400, 500 zelfs. Soms reden we gewoon echt 500. Hier, hup, weer 500. Bijna die 600 zelfs gehaald. Dus ja, Jester Arrows is echt the way to go. Want ja, de derde, die hadden we dus niet op kunnen pakken. En ja, een Vile Thorn, die is altijd heel erg handig. Maar ja, die hadden we dus niet. Maar ja, we hadden dus wel de treasure bag te pakken gekregen. En we hebben de Shadow Orb, wat heel erg let's play vriendelijk is. Dus laten we die maar gelijk equippen. En jee, wat ben ik blij dat we die dus te pakken hebben gekregen. Nou, de Vile Thorn, die is het een, die is eigenlijk het handigste tegen deze baas. Maar ja, die hadden we dus op het moment niet te pakken. Maar als we dus de treasure bag openen, dan zien wij dat wij dus de Worm Scarf hebben gekregen. Die zorgt voor 17% minder damage. Dus dat is heel erg defensive. Alleen ja, 1% movement speed, dat was niet echt zo erg handig. Natuurlijk je oars en de skills om armor te maken, dat was ook heel erg fijn en heel erg belangrijk. Dus ja, hier ben ik al gelijk het een en ander aan het maken. Zoals de nieuwe pickaxe. Hartstikke fijn. Dan kunnen we dus ook... Hoeven we dit bommen niet meer te gebruiken. Kunnen we dus weer nieuwe ores minen. Plus minen gaat weer een stukje sneller. En hier kom ik dus ook nog eens een keertje erachter. Tot wij te weinig bars hebben om een armor setje te maken. Damn. Dus ja, toen zat ik even te kijken van zou ik dan voor een hamer gaan. Nou, hier heb ik wel al gelijk de Light's Bane gemaakt. Voor de ja, Night Edge of voor de Terra Blade. Wat je dus heel later in het spel spoilers gaat krijgen. Maar ja, het is een van de eerste ingrediënten. Dus ja, alvast maken, dat is wel zo makkelijk. En hij is niet zo sterk als de katana. Maar ik stop hem in het wapenkistje. Nou, ben ik weer even gaan farmen. Ben ik nog een keertje de Eater of Worlds gaan doen. Met dit keer nog weer meer nog makkelijker. Volgens mij hadden we wel leuke items gekregen. Maar ja, die voordeeltje is los. Dus dan moet huidige ik maar dadelijk uitleggen. Dus, maar ja, ik had met de Eater of Worlds geen ene probleem meer. Dus... Dat was heel erg fijn dat we daar absoluut geen problemen meer hadden. Hier, bedoel, kijk, komt aan. Oef, weg. En ik hoopte dus ook daar om weer de trofee te krijgen. En ja, die hadden wij te pakken gekregen. Nou, om er zeker van te zijn dat ik nooit meer problemen zou hebben met bars, ben ik hier ook nog eens een keertje dan de Eye of Cthulhu weer gaan verslaan, maar dan met de laser gun. En ik hoopte daar dus ook een trofee te krijgen, maar helaas hebben we die niet gekregen. Dus ja, hier zien we wij weer staan op de plek met de armor. En ik zou zeggen, dit was de compilatie. Terug naar jou. Ik? Nou, dankjewel. Mij? Goed, weer terug dus bij mij. Nou, snappen jullie dus hoe dat wij aan zoveel terecht zijn gekomen.
Dat vult eigenlijk bijna een hele aflevering op. Enigste dingen die nog niet zijn uitgelegd. De Vile Thorn. Dat is toen we de tweede keer dus richting de Eater of Worlds gingen. Ja, toen heb ik die te pakken gekregen. Voor de rest niet echt veel boeiend. Ik heb de Fisher of Souls hebben kunnen maken. Dat is allemaal bij de footage die dus helaas gedelete is. Dus nogmaals, sorry voor het rommeltje. Maar er zijn in ieder geval 6 comments die ik jullie kan geven. En hopelijk gebeurt er nog niks deze nacht. Want anders zou dat heel erg irritant worden. Maar goed. De eerste comment is gekomen van Rick van Hemert. En Rick van Hemert die had geschreven: Zelda Blade 20 ga je net zoals in je eerste Let's Play van Terraria even een tekstbalkje geven zoals je bij Fiverr deed. Of een denkbalkje aangezien Eevee alleen maar zijn naam kan zeggen. Nou, zoals jullie weten, dankzij Rick die is gekomen met de suggestie van geef Eevee een denkbalkje. En heel veel vonden die leuk en die heeft heel veel reacties gekregen van oh please do. En... really? 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 Ik heb niet meer mijn space armor aan. Really? Ik probeer comments te lezen. Jongens, ik ben zo terug. Nou, daar hebben we ook weer gehad. Ik heb heel veel banners weer te pakken gekregen. En een van de beste shackles die je kan krijgen, namelijk een warring shackle. Maar ja, wij hebben al onze inventory daarop vol zitten. Dus, Black Lens. Wauw. Ik doe heel eventjes mijn inventory clearen en ja, ben zo terug. En nee, we hebben niet het item gekregen wat ik op zoek was. Dat is zo'n bacon-achtig looking iets. En dat geeft ons dus een portable piggy bank die we overal mee kunnen dragen gewoon in onze inventory. En ik heb al 2 van die dingen. Nou, ze wil zeggen dat ik al 50 worden verslagen, maar natuurlijk krijg ik het niet als ik het nodig heb. Goed, nou, in ieder geval. Awesome comments, daar waren we mee bezig. Geen interrupties meer. Geen boss die spant of iets in die trend. Tweede comment, Raphaël van Ingelgem. Die zegt, van aflevering 2... ik mis Fiverr nu wel. Kan gefixt worden. Fiverr, kom eens eventjes. Oh, ja, ik zie nou deze comment. Raphaël, heel erg bedankt voor je comment. Maar de reden waarom ik niet in deze Let's Play wou zijn, is ik vind expert vind ik een beetje te gevaarlijk. Dus daarom ben ik lekker op vakantie gegaan. Dus toch bedankt dat je aan me denkt. Vind ik heel lief van je. Dus met veel liefs en worteltjes, Fiverr. Ik ga weer terug. Doei. Nou, daar heb je ook weer snel uitgelegd. Dankjewel. Dus ja, Raphaël, heel erg leuk voor je comment. En nou, speciaal voor jou, Fiverr, er ook nog heel eventjes bij gedaan. Sorry. Kijk, ik heb het er weer uit kan leggen. Goed, in ieder geval, comment 3. Kom van Ronald B. Zeep, je hebt meer geluk dan mij. Ik loop gewoon en het random spant ging slime. Tot wel 2 keer toe, sad face. De spoiler die je van bazen krijgt zijn wel mooi. Ja. En we weten nou dat we daar de gel van krijgen. Dus zeker heel erg leuk. Maar ja, King Slime, ja, die spant. Ik weet niet of je gewoon random kan spannen, maar ik weet wel met de slime regen. Maar toch bedankt voor je leuke reactie. Comment nummer 4 van Fenric. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, want Fenric, ja, ik denk dan aan Fennec van... of ja, misschien Fennec van Pokémon of Fennec Fox. Dat is ook zo'n... maakt niet uit. Net als Eevee, dat is ook een Fennec Fox. Weten jullie dat? Maar goed. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Fenric. Sorry dat ik de laatste tijd zo inactief was op je kanaal. Ik ga weer meer kijken en deze aflevering was superleuk. Smiley face. Vooral dat met Eevee vind ik echt geweldig. XD. By the way, ik ben de Pikmin-bedweter. Mocht je me niet aan een naam herkennen. Fenric, laten we zeggen de Pikmin-kenner. Bedweter, dat vind ik sowieso negatief klinken. Dus in ieder geval bedankt voor je awesome comments. Slime ga aan de kant, want ik ben met de comments bezig. Ja, we hebben nu dus 6 comments die we dus in één keer voorlezen. De reden hiervoor is, zoals jullie al in de montage hadden gezien, dat was eigenlijk 4 opnames of 4 afleveringen die ik daar had opgenomen. Dus we zijn in één keer een heel stuk naar voren gesprongen. Goed, comment nummer 5. Van Terra Gaming. The Adventure of Eevee and Stevie. Wil ik nog een noten maken? Spoilers. Wil ik heel even noten maken? Heel eventjes maar. Heel eventjes. The Adventures van Eevee and Stevie and Steve the Guide.
Ik bedoel serieus, we hebben een guide genaamd Steve. In ieder geval Terran Gaming, enorm bedankt voor je comment. Ja. Ik vind het leuk en jouw naam is ook wel leuk. Dat past hier wel bij Terran Gaming. Dus nou ja, Terran, dat was ook in Final Fantasy 9. Daar had je ook Terra, dus dan maakte ik de Terraria grap. Maakt niet uit. Goed, in ieder geval vandaag heel eventjes comment nummer 6. En die komt dus van Jelger Popken. En ik hoop dat ik je naam goed uitspreek trouwens. En die heeft geschreven: ik heb 2 keer gehad dat ik nog niet klaar was voor de Eye of Cthulhu. Maar dat hij toch spant. Ik hou van Terraria. Ik denk dat het een beetje met sarcasme is of niet. Maar ja, Terraria is een awesome spel, dus dat niet. Maar ja, als je dus 200 health hebt, kijk er maar uit. Want ik ken de Eye of Cthulhu inderdaad spannen. Dus dan wil je wel rekening mee houden. In ieder geval, dank jullie wel voor jullie awesome comments. Jullie zijn geweldig. En de kijker natuurlijk ook. Maar hey, er zijn nog meer afleveringen. Jullie kunnen ook nog altijd... Maar je kijkt of we ruimte nog hebben. Ruimte zat. Dus jullie kunnen ook in deze comment terechtkomen. Nou, we hebben dus weer een bladmoen ondertussen bijgekregen. Niet dat we er echt veel aan hebben. We hebben Black Lens gehad. Dat kunnen we wel het een en ander verbouwen. Maar dankzij die hele compilatie van die 4 afleveringen in elkaar gepropt met mijn toekomstige, volledige, weet ik welke ik dat het nou ondertussen is. Degene die de boel edit. Ik. Die gast. Ja, hebben we al genoeg footage voor 1 aflevering. Dus heb je nou een leukste momentje van deze rommelige aflevering? Laat dat weten in de reacties. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En misschien kom jij ook wel in dit awesome huisje terecht. Met jouw reactie op deze wereld. Lijkt me hartstikke leuk. En natuurlijk, als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Dat is altijd leuk. Goed, met dat gezegd heb ik. Dank jullie voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne dag doen. Nogmaals, sorry voor deze rommelige opname. Dit was het enige wat ik nog voor mee kon doen om het te redden. Dus nogmaals mijn excuus daarvoor. Ik hoop dat jullie deze aflevering toch wel een beetje leuk vonden. In ieder geval, fijne dag nog. En tot de volgende video.